allemaal. Kijk eens wat ik hier heb. Een mooie square. En ik ga uitleggen hoe je die haakt. Je ziet hier telkens twee groepjes van stokjes. Maar dat zijn geen hele stokjes. Dat zijn stokjes die je samen afhaakt. Dus ik zal het laten zien hoe dat werkt. En dan heb je hier toeren met stokjes en losse. En dat is eigenlijk alles. Maar ik zal het je laten zien. We beginnen met het opzetten van 6 losse. En dat is 1, 2, 3, 4, 5, 6. En dan haken we een halve vaste in de eerste losse. Dus dan krijg je een ring. En nu gaan we eerst de eerste toer met telkens 2 groepjes, 3 losse, 2 groepjes, samen afgehaakte stokjes, 3 losse enzovoort. We haken eerst 3 losse om de hoogte te krijgen voor je stokjes, anders dan loopt de boel scheef. Dan beginnen we met het haken van een stokje, maar die haak je niet helemaal af. Je gaat weer beginnen met een volgend stokje. En dan haal je de draad alleen maar door de eerste 2 lussen. Nu heb je 3 lussen op je naald. En dan haal je de draad door alle 3 de lussen. Dat is je eerste groepje. Nu haak je een losse. En nu gaan we een volledig groepje van 3 samen afgehaakte stokjes haken. Dus je begint zoals bij een gewoon stokje. Omslaan door 2 lussen halen en dan stop je. Voor het tweede stokje omslaan door de eerste 2 lussen halen en dan stop je ook. Dan heb je 3 lussen op je haaknaald. En dan voor het derde stokje begin je weer gewoon. Haal je door de eerste 2 lussen. En dan, om het af te maken, haak je ze samen af. Dus er zijn 3 samen afgehaakte stokjes. Dan haal je door alle 4 je lussen. Kijk, en dan heb je een groepje van 3 stokjes die tegelijkertijd zijn afgehaakt. Dit is je eerste groepje van 2 stokjes. Kijk, en nu krijg je het tweede groepje met stokjes. Dan later het derde groepje en hier het vierde groepje. En er zitten iedere keer 3 lossen tussen de groepjes. 1, 2, 3. Nu haken we weer 2 groepjes van samen afgehaakte stokjes met een losse ertussen. Dus dit is het eerste halve stokje, het eerste stokje. Dit wordt het tweede stokje wat je half haakt. Dit wordt het derde stokje wat je half haakt. Heb je 4 lussen op je naald en haal je de draad door. Zo, dan heb je 1 groepje, een losse ertussen en dan het tweede groepje. Zo, dat is de eerste. Dit is de tweede. En dit is je derde stokje wat je niet helemaal hebt afgehaakt. Haal de draden erheen. En dan heb je weer een groepje. Nu haak je weer 3 lossen. 1, 2, 3. Nu ga je het
derde setje van stokjes haken. Dus je haakt het eerste stokje niet helemaal af. Je haakt het tweede stokje niet helemaal af. Je haakt het derde stokje niet helemaal af. Nee, je haakt ze alle drie tegelijk. Hupsakee. Eén losse en dan weer een setje van drie. Zo, dat is de eerste. Dat is de tweede. Dat is de derde. En die haak je in één keer af. Kijk, nu heb je één setje. Het tweede setje. En het derde setje. Haak je weer drie lossen tussen de setjes. En dan haak je nog één setje van twee groepjes. Dus een stokje niet helemaal afhaken. Het tweede stokje niet helemaal afhaken. Het derde stokje niet helemaal afhaken. Maar alle drie de stokjes tegelijkertijd. Eén losse. En dan het laatste groepje van de samen afgehaakte stokjes. Dit is de tweede. Dit is je derde. Samen afhaken. En dan nog drie lossen. En dan in je derde begin lossen. Dus 1, 2, 3. 1, 2, 3. Haak je een halve vaste. En dan is je eerste toer klaar. Kijk. Dan heb je telkens twee groepjes met een losse ertussen. Op de hoeken heb je drie lossen. En dit is dan je eerste toer. Nu gaan we met de tweede toer verder. En dan moet je naar die losse boog waar één losse gehaakt is. En dat doe je door een halve vaste in de volgende steek. En een halve vaste in die losse boog van één losse tussen die groepjes van stokjes. Je begint weer met drie lossen. En dan weer twee samen afgehaakte stokjes. En waarom heb je er nu maar twee? Omdat je hier al drie lossen hebt gehaakt en die tellen voor het eerste stokje. Nu haak je weer één losse tussen die groepjes van stokjes. En in diezelfde één losse boog haak je weer drie samen afgehaakte stokjes. Dit is de eerste. Dit is de tweede. En dit is de derde. Zo. Kijk, zoals je ziet, zijn die stokjes allemaal, kijk, die komen allemaal boven elkaar. Hier tussenin verandert het telkens wat, maar die groepjes van die stokjes, die blijven allemaal boven elkaar. Dat verandert niet. Nu haak je drie lossen. 1, 2, 3. En nu haak je in deze drie losse boog een stokje. Drie lossen. 1, 2, 3.
En in diezelfde drie losse boog haak je weer een stokje. En dan weer drie losse. 1, 2, 3. Kijk. En dan heb je zo hier de hoek gehaakt. En dan haak je boven deze stokjes weer twee groepjes van samen afgehaakte stokjes. Dat is het eerste stokje. Tweede stokje en het derde stokje, wat je dus niet helemaal afhaakt, want dat doe je tegelijkertijd. Dat doe je dus nu. En dan weer één losse en dan in diezelfde één losse boog drie samen afgehaakte stokjes. Dit is de derde. En die haak je weer samen af. Kijk, en nu haak je weer drie losse. 1, 2, 3. Dan haak je in die drie losse boog van de vorige toer een stokje. Drie losse. En weer een stokje, dat is je hoek. En dan weer drie losse. Naar het volgende groepje van stokjes. En dan doe je weer precies hetzelfde. Drie samen afgehaakte stokjes. In principe is het eigenlijk een heel eenvoudig patroon. Je moet alleen even opletten. En dan krijg je een mooi resultaat. Zo. Kijk, en weer door die vier lussen. Een losse. En dan weer die drie samen afgehaakte stokjes. Dit is de tweede. Dit is de derde. Enzovoort. Kijk, en zo haak je deze toer verder af. En dan eindig je met een halve vaste in de derde beginlosse. En nu gaan we eerst weer met twee halve vaste naar het midden van die stokjes, naar die ene losse. Dat is 1. En dan steek je weer in die losse boog tussen die stokjes. En dan doen we precies hetzelfde als die vorige toeren. Eerst drie losse. En dan voor de eerste groep twee samen afgehaakte stokjes. En want die drie losse die waren eigenlijk het eerste stokje. Nog even. Zo. Dit is dus het tweede stokje, kijk. Zo. En dan weer één losse ertussen. En dan weer drie samen afgehaakte stokjes. Dat is 1. 2. 3. Zo, haken we dat samen af. En dan haken we 1 losse. En dan in die eerste 3 losse boog van de vorige toer haken we een stokje. Dan haken we 3 losse. 1, 2, 3. Kijk, en dan krijg je hier die hoekboog, zeg maar. En dan gaan we weer 1 stokje, 3 losse
en één stokje in diezelfde hoekboog. Zo. En dan drie losse. En dan in de volgende drie losse boog een stokje. Dan één losse. En dan haken we hier weer een groepje van twee setjes half afgehaakte stokjes. Dat is de tweede en dat is de derde. Zo. Losse ertussen. En dan weer drie samen afgehaakte stokjes. Twee. Drie. En dan hebben we een knoopje erin. Nee, die is alweer weg. En die haak je weer samen af. En dan één losse. Dus in deze toer haak je voor en na elk groepje één losse. Een stokje in de volgende boog. En dan weer drie losse. 1, 2, 3. En dan krijg je hier de hoekboog. En dan haak je weer een stokje, drie losse en een stokje in diezelfde hoekboog. En dan drie losse, 1, 2, 3. In de boog voor dit groepje haak je een stokje. En dan weer een losse. En dan weer zo'n groepje. En dit herhaal je tot het eind van de toer. Nu gaan we aan toer 4 beginnen. En die lijkt natuurlijk weer heel erg op de vorige toeren. Maar het is toch net weer even iets anders. We beginnen weer met die halve vaste. Naar die een losse boog. Tussen die samen afgehaakte stokjes. We beginnen weer met drie losse, twee samen afgehaakte stokjes, dat is 1, 2, één losse, telkens tussen die stokjesgroepen één losse, hè? En dan weer drie samen afgehaakte stokjes. Dat is 2. En dat is 3. Nu haak je weer 3 losse. Deze eerste 1 losse boog sla je over. Je haakt hier in de tweede losse boog met 3 losse een stokje. Dan weer 3 losse. 1, 2, 3. Dan krijg je hier die hoekboog. Daar haak je een stokje. 3 losse. En een stokje. Dan weer 3 losse. En in de volgende losse boog een stokje. En dan weer 3 losse. En dan ben je alweer bij die stokjes. Kijk, en dan krijg je hier weer in die losse tussen die stokjes gaan weer hetzelfde.
twee groepjes van drie samen afgehaakte stokjes. En een losse. En dan in diezelfde weer drie samen afgehaakte stokjes. Zo. Nou, en dan die één losse boog na en voor die groepjes van die samen afgehaakte stokjes. Die sla je dus in deze toer over. Je haakt telkens drie losse. En dan een stokje in een grote boog. En dan weer drie losse. En in de hoekboog weer een stokje, drie losse en een stokje. En dan weer drie losse. En in de volgende drie losse boog een stokje, moet ik wel. Een stokje haken. Zo. Een stokje. Drie losse. Twee, drie. En die ene losse boog, die sla je over. En dan hebben we weer nog twee van die groepjes van die samen afgehaakte stokjes. Nou, zo haak je de toer verder af. En als die dan af is, kom ik weer terug. Ja. Nou, dan gaan we weer eerst een paar halve vaste haken naar het midden toe, naar die één losse boog. En dan gaan we eerst zo'n groepje haken. Dit is, stelt het eerste stokje voor. Dit is je vijfde toer alweer. Eén losse. En dan weer drie stokjes samen afhaken. Eén. Twee. Drie. En dan één losse. En dan in die eerste boog van drie losse. Een stokje. Eén, twee, drie losse. En in de volgende weer een stokje. Drie losse. En dan heb je hier die hoekboog. Dan haak je weer één stokje, drie losse en een stokje in diezelfde boog. En dan weer drie losse, een stokje in de volgende boog. Drie losse. En weer een stokje in de volgende boog. En dan voor deze stokjes één losse. En dan weer zo'n groepje maken van twee keer drie samen afgehaakte stokjes. Met een losse ertussen. Twee. Drie. De losse ertussen. Dus één. Twee. Drie. Dan één losse. En dan hier weer een stokje.
En dan weer 3 lossen. 2, 3. En dan een stokje. 3 lossen. En in die hoekboog een stokje. 3 lossen. En een stokje in diezelfde hoekboog. 3 lossen. Een stokje. 3 lossen. En stokje. En dan 1 lossen. En dan heb je weer een groepje. En zo haak je deze stukjes ook. Dan haak ik even door en dan kom ik zo weer bij je terug. Dus dit ga je precies hetzelfde doen als deze kanten. Dan beginnen we met 1, 2, 3 lossen om een hoogte te krijgen. En in elke steek haak je een gewoon stokje. Dus we doen niks meer met samen afgehaakte stokjes. We haken nu alleen maar gewone stokjes. Zo. In de bogen met 1 losse haken we 1 stokje. En op elk stokje haak je ook een stokje. En in de 3 losse bogen haak je 3 stokjes. 1, 2, 3. En dan het stokje weer een stokje. En zo krijg je een mooie, stevige afsluitrand. Kijk, dan heb je hier weer 3 stokjes. 2. En dat is 3. Een stokje om een stokje. Kijk, dan heb je hier die hoekboog. Daar haak je dus 2 stokjes in. 1, 2. 3 lossen. 1, 2, 3. En dan in diezelfde boog haak je weer 2 stokjes. 1, 2. Kijk, en dan krijg je een mooie puntige hoek. En dan op dit stokje haak je ook weer een stokje. En dan ga je zo door. 3 stokjes in de 3 losse bogen. 1 stokje in de 1 losse boog. En op elk stokje een stokje. En zo haak je de hele toer door. En dan aan het eind sluit je af met een halve vaste in die derde beginlossen. Dus nu haak ik even die rand verder af. En dan sluiten we met die halve vaste. We zijn er bijna met de zesde toer. Nog 1 stokje in die laatste 1 losse boog. En dan een halve vaste in de derde beginlosse. Kijk, en dan is je square klaar.
Zo. Kijk, en om hem nou zo, even kijken, mooi strak te krijgen als deze, dan kun je hem blokken. Blokken, wat is dat? Je pakt een driedubbel gevouwen handdoek of iets dergelijks, een baddoek of zo, en dan leg je hem op en dan speld je hem vast in de hoeken. Kijk, je ziet het nu al een beetje. En dan speld je hem vast op die hoeken en je maakt hem wat nat. Niet door en door nat, maar flink vochtig. En dan laat je een nachtje drogen en dan krijg je dit resultaat. Deze mooie square. Wel, ik hoop dat je het leuk vond. En graag tot een volgende keer.